Ik heb iets van je gevonden. Geef me mijn vogel terug. Dag Frank. Wat zegt u? Het spijt me dat ik Frank heb laten gaan. Maar jou niet. Sjaasja. Is het dankje. Graag gedaan. Nou, tot ziens maar weer. En bedankt. So long, baby. Lijkt erop dat hier wat bloedzuigertjes zitten. Terugbetalen. Nou, dat kunt u niet. Dus spaar u zelf de moeite. Uw dankbaarheid is voldoende. Nogmaals bedankt. Oeps. Kijk, ziet u nou wel? Nu heeft u te veel betaald. Bent u misschien... nog op ouderwetse manier. Niet modern? Ja, en waarom zou je ook? Verwende roze westeling als jij vindt het helemaal niks op handen en knieën, hè? Nou, dat zou ik niet zeggen. Mijn zoon, hij is heel slim. Hij kan in uw en mijn wereld leven. Hij naar speciaal Chili Kamp Kamp vertrokken. Hij daar andere slimme kinderen ontmoeten en hun talen spreken en praten over toekomst. Hoeveel talen spreekt hij? Mandarijn en Chinees. Chinees, Engels en Russisch. En ook pitsie Hebreeuws. Echt? Maar Chinees kent hij het beste? Nee, Engels. Hij al sinds baby naar Engelse school. Zelfs Engels pratende verzorgster gaat. Hij belangrijke Chinese diplomaat worden. Merkwaardig. U mij geluk brengen? U mij goede oogst geven? Laten we het hopen. U bent Chinese operaster. Dat zal wel. U... klein liedje zingen voor mijn rijst? Nou, ik... Alsjeblieft. Mag ik nu wat vragen? Wat betekent deze zin? Ik betaal je graag dinsdag voor één hamburger vandaag. Huh? Huh? Hallo. Ja, ik sta hier net even te praten met Jung Lee's vader. Hij vertelde me dat zijn zoon 4 talen spreekt. Vooral Engels. Wink, Indrani wil met jou spreken. Geef hier dat ding. Pinter, voordat ik hierheen kwam, wilde ik nog wat goudsbloemen bij het graf van mijn opa bijzetten. Maar dat lukte niet meer. Mijn jet kwam het te vroeg ophalen. Alsjeblieft. Hij ligt begraven op een hindoe begraafplaats in mijn geboortedorp. Varanasi, zou jij wat bloemen willen brengen? Als jij niet kunt,
doe ik het zelf. Indrani, ik... Nu, nu. Anders zeg ik tegen mijn ouders dat je me niet eens een klein pleziertje wil doen. En dan kun je je baan wel vergeten. Is dat duidelijk? Tot ziens. Oh, en haast je vooral niet. Dank je. Nou, dat wordt dus verkassen naar Varanasi. Varanasi? India. Hey, de kruis op één zuiden breedte van heel, heel veel voeten in de lucht. Ik geloof dat ik een beetje misselijk ben. Laat mij maar sturen, Huilskeuken. Ja, recht zo die gaat. We gaan lekker mensen en zo meteen landen we op Uranus over 5 minuten. Is raden. Is dit een kaping? Wie heeft je dat? En die belachelijke pakkies? Dat zijn geen pakkies, dat zijn vermommingen. De enige twee die ze nog over hadden. Jullie zullen wel aan alles gedacht hebben. Ha, reken maar, mannetje. Eén dingetje. Ja? Als jullie hier zitten en hij daar buiten. Oeps, sorry. Wie bestuurt er dan de kist? Ja? Hey, ik geloof dat ik ook maar even meehelp. Luister, roze panter. Denk maar niet dat je die parachute kunt gebruiken om via die deur te ontsnappen. Ik zou niet durven. En probeer me niet om eerst 10 seconden te wachten voordat je aan het koord trekt. Dus dat je niet aan die kist blijft hangen. Ik bedoel, denk maar niet dat je... Ik denk helemaal niks. Mijn hersens zijn volkomen leeg. De mijne ook. Shampoo. Welkom in Thimbo, hoofdstad van Bhutan. Tijd voor een wandeling. Je weet maar nooit wanneer dit nog eens van pas komt. Psst. Heeft u nog vloeken? U zoekt de letter O? Een vloek. Heeft u nog wat vloeken? Oh, een vloek. Jeetje, wat een rare vraag. Een vloek om uit te roepen over het team van de tegenstander, alstublieft. Ik weet niet. Die vloek van mij hakt er behoorlijk in namelijk. Des te beter. Ik ben op weg naar India. Als u me helpt, beloon ik u met een speciale cape. Daarmee kunt u deze jong betreden. Wat is een jong? Ik smeek u, de tijd dringt. Als de Timbu-trekkers de Tsonga-jakmeesters niet verslaan, dan staan we voor aap. Vorige maand hebben ze ook al gewonnen. Nou, in een vloek en een zucht dan maar. Goed, ik zal u helpen. Maar daarna moet ik verder. Ik heb dingen te regelen in India. De vloek, ik smeek u. Dat was het. Meer niet. Deze vloek is anders heel krachtig hoor. Nog langer en hij zou blind zijn geworden. Misschien dat ik dit nodig heb om het jong binnen te komen. Wat het ook mag zijn. Wat gebeurt er zo meteen met hem? Eerst zal hij zich een beetje licht in het hoofd voelen. Daarna een beetje misselijk. En op het moment dat hij zijn pijl schiet... In de roos. Hij gaat winnen. Wat heb je gedaan? Het duurt misschien een uurtje voordat het werkt. Oh nee! We zijn verloren! Luister, ik zal het goed maken. Ik ben een uitstekende boogschutter. Ik speel met jullie mee. Ik weet niet of... Eerlijk waar. Geef me alsjeblieft een kans. Goed, maar dan moet je wel je eigen spullen meebrengen. Nu nog een boog. Timbo's oudste inwoner. Padma Shambhava is een Indische mysticus die hier 1200 jaar geleden het boeddhisme introduceerde. Ik ben anders op weg naar India. Men beweert dat Padma
als jongetje zijn gezicht alleen maar met boter zuiverde. Oh, dus dat verklaart die romige toet. In Bhutan smeren kinderen zijn gezicht met boter in om hun liefde te uiten. Oh, nou, dat wil ik ook wel doen hoor. Als ik wat van het spul krijg. Lodjiki. Wat betekent dat? Dat betekent tot ziens. En voor jou ook, Lodjiki, mijn schat. Wat schaft de pot? Hema Datsi, ons nationale gerecht. Gedroogde rode pepers, bereid met kaas. Toevallig zeker geen KFC in de buurt? KFC? Kentucky Fried Chicken. Kip? Kip? Aan kip waag ik me niet. Ik ben een beetje ouderwets. Waarom niet? Een oude volkslegende zegt dat je ziel op de dag des oordeels tussen dood en wedergeboorte op een weegschaaltje zal worden gewogen. Een kip legt dan witte kiezelsteentjes aan de ene kant voor alle goede daden die je in je leven hebt verricht. Een varken legt aan de andere kant zwarte kiezelsteentjes voor alle slechte dingen die je gedaan hebt. En dus zult u nooit kip eten, want die kun je maar beter niet tot je vijand maken. Maar ik eet wel varkens. Mijn VC, dat is varkenscurry, zet je in vuur en vlam. Trek? Nee, dank u. Vroeger bonden sommige mensen een levende kip op je rug, zodat ze niets ergs zou overkomen. Nou, hier in dit merkwaardige land zonder mijn creditcard op zak, kan ik zelf ook wel wat zekerheid gebruiken. Kom op met die kip. Kippen groeien anders niet aan bomen, hoor. Als je mijn vogel wilt, dan moet je me iets te ruil aanbieden. Oh, geweldig. Ik ben gek op kruiswoordpuzzels. Hier is je kip, Pantertje. Goh, dit voelt een stuk aangenamer dan ik dacht. Hai. Een woord van 4 letters voor jakkeutels. Jekkiedijek, ik wil terug naar mijn stek. Zoekt u iets speciaals? Ja, een pijl en boog. Maar de pijl heb ik al. Maar ik zoek nog een pijl. Dan ruil ik mijn pijl voor uw boog. Maar die pijl heb ik juist nodig. Ik doe mee aan een schutterstoernooi. Ik heb je pijl ook nodig. Ik ruil hem tegen mijn boog. Maar dan zijn we allebei incompleet. Ik begrijp je aarzeling. Denk er rustig over na. Lekker kippetje. Hier nou, neem mijn pijl. Ik weet alleen even niet wat ik met enkel een boog aan moet. En ik vraag me af wat u enkel met een pijl aan moet. En als u begrijpt wat ik bedoel. Hey! Ik weet het al. MEST. Mist. Een moeilijke.